Ik leer mijn honden om mee te lopen aan een lange lijn van minimaal 3 meter. Zodat ze lekker kunnen snuffelen, ruimte hebben waar ze willen lopen. Maar aan een lijn lopen moet je wel aanleren. Dat is een vaardigheid. De eerste weken dat je pup bij je is, wil die nog heel erg dicht bij je zijn. De wereld is nog spannend. Ze moeten nog wennen aan het halsbandje, aan het tuig. Dus zullen ze nog niet trekken aan de lijn. En die leeftijd, die gebruik ik om de dagelijkse maaltijd, om daar een deel van naast mijn been te belonen. Want uiteindelijk mogen ze aan die volledige lijnlengte lopen, maar soms is er een verkeerssituatie. Of je moet iets passeren, of je moet een hond passeren. Honden hebben op ruime afstand al interactie met elkaar. En je wil voorkomen dat honden leren trekken aan de lijn als ze een andere hond zien. Dus ik beloon heel veel naast mijn been. Hier op de oprit op de hondenschool was er in het begin niet zoveel afleiding. Maar bij ons in de wijk natuurlijk wel. Maar wat ik zei net al, omdat die pup nog zo op jou gericht is, heb ik daar gewoon extra gebruik van gemaakt. Door dus eigenlijk 3 maaltijden per dag om daar een deel van te gebruiken. Om dat aan die ingekorte lijn, om dat naast mijn been te belonen. Als je nou niet de dagelijkse maaltijden wil gebruiken, omdat je dat onhandig vindt, of ik gebruik het verse voer, misschien vind je dat onhygiënisch. Gebruik dan iets wat je hond heel erg lekker vindt en wat zacht is, wat snel en makkelijk opgegeten kan worden. Ik gebruikte daar gedroogde gehaktballetjes voor. Past heel goed in het menu van Daantje en Daantje vindt het fantastisch. Die vindt het echt een beloning. Ik laat heel even zien hoe het eruit zag, hoe ik dus met een deel van die dagelijkse maaltijden dat belonen naast mijn been ging versterken. En later in de video zien jullie het resultaat dat ze dus heel erg fijn meeloopt aan die 3 meter lijn zonder dat die strak komt te staan. Op een gegeven moment wordt ze afgeleid door een eend. Op dat moment loop ik een stukje naar achter, kort ik de lijn in, draai ik een rondje. En vervolgen we weer onze weg. Dus vroeger moest je dan stil gaan staan. Nou, dat geeft een hoop frustratie. Vaak bij de hond, vaak bij de mens. Om steeds stil te moeten staan. De riem zit in de hand die het verste van je hond af is. En de hand die het dichtste bij je hond is, is leeg. Want daar ga je dat hapje aanbieden. Dus ik loop heel even met contact. Dus wij kwamen hier zo door die poort. Ik pak een voertje en ik beloon. En let goed op dat je doorloopt, zodat je niet beloont voor het stilstaan. Dus ik doe het nog eventjes opnieuw. Wij komen hier door die poort. En ik beloon dus met een hapje naast mijn been. En dit heb ik dus wekenlang volgehouden. Zowel thuis als hier op de oprit. Want aan zo'n korte lijn lopen, dat vraagt best wel heel veel aanpassingsvermogen. Want je moet dus je tempo helemaal aanpassen. Dus ik begeleid met die lege hand en ik beloon met die hand aan de kant waar de hond loopt. Dus ik maak weer even een buitenbochtje. Dus het was etenstijd, ik had het in mijn zak zitten. Ik pak een voertje en ik beloon naast mijn benen. Mijn lijn is ongeveer 1,50 meter, 1,80 meter. Maar ik wil natuurlijk niet dat mijn pup de hele tijd mij aan zit te kijken. Dat is het fijne van die lange lijn. Dat ze dadelijk gewoon de volledige lijnlengte krijgt. Om lekker te doen wat ze wil doen. En dat zie je in het volgende stukje van de video. Voor een hond is het onnatuurlijk om aan een lijn te lopen. Dat moet hij eerst leren. Wat betekent het voor een hond om aan de lijn te lopen? Hij wordt beperkt in zijn vrijheid. Hij moet voortdurend zijn pas inhouden en zich aanpassen. Ik leer de honden dat ze zich aan de lijn niet hoeven te bemoeien met anderen. Zo voorkom ik opwinding en ongepast gedrag. Er komen 3 onbekende honden aan waarvan 1 losloopt. Ik neem een ruime bocht om de hondjes te mijden.
Als je aan de lijn loopt, is het belangrijk dat hij de tijd krijgt om op veilige afstand naar dingen in zijn omgeving te kijken. Kijken en luisteren geeft je hond de tijd om de prikken die op hem afkomen in zich op kan nemen en kan verwerken. Als je hond op een afstand kan kijken, is het eenvoudiger voor hem om met die prikkels om te gaan. Zonder dat er spanning op de lijn komt, kan hij zelf beslissen wat hij wil doen. Even blijven staan, weglopen, er langs lopen of met een bochtje eromheen. Daantje wordt afgeleid door een eend, waardoor de lijn strak komt te staan. Dan kun je het attentiegeluid maken. Ik loop achteruit en terwijl ik dat doe, kort ik de lijn een beetje in. Met een handkiel krijg ik weer haar aandacht en ik draai een rondje met Daantje aan de buitenkant en we vervolgen onze weg met een ontspannen lijn. Ga niet stilstaan als de hond aan de lijn trekt. Dat zijn verouderde technieken en die kunnen zowel bij begeleider als hond frustratie met zich meebrengen. Neem het favoriete speeltje van je pup mee als je naar buiten gaat. Puppies kunnen zich nog niet zo lang concentreren. Aan de lijn lopen, je tempo aanpassen en alle indrukken opdoen is intensief. Help ze door tijdens de wandeling even samen te rennen en een trekspelletje te spelen.